het is waterpark weer! Ik had dus een online ticket besteld. Blijkt dus dat dat finance department die dingen gewoon handmatig goed moet keuren ofzo. Voordat je e-ticket wordt verzonden. En dat hadden ze dus nog niet gedaan. Ik heb hem op maandag besteld. Het is nu woensdag. Go finance department! Ik ben gedropt bij een bushalte. Geen idee welke kant ik op moet. Gevonden. Best makkelijk eigenlijk. Omdat dus mijn kaartje nog niet handmatig was goedgekeurd, moet ik nu dus naar de balie en vragen naar Mississippi. En Mississippi gaat me dan helpen. En dan moet ik dus ook 1 of 2 ringen betalen voor het uitprinten van het kaartje. Echt zo adorable. Het is in ieder geval opgelost. Echt supergoed. Yo, ik moet zeggen dat ik mijn lijstje best wel een mini voorbereiding op India vind. Ik stond namelijk net in de rij en ineens kwamen bij het hekje naast me kwamen echt een hele groep Indiërs van te dicht bij me staan. Wat? Wacht even, ik wist echt niet dat het en een waterpark en een pretpark was. Een jongetje van die groep die stond naast me in de rij. Toen kwam er dus een oude man, die tikte me aan en vroeg: "Excuse me man, I need to buy a ticket." Ze waren dus nog bezig met mijn kaartje. Wie kent deze big boy nog? Dus mijn inner Shanene die kwam naar boven. Ik dacht echt, hell no, denk je dat ik jou voor ga laten ofzo? Dus ik zei, yes, that's possible, you can stand in the line over there. Scream Park? Wat, een spookhuis? Ik had al de vlog Hippie & Heels gelezen dat Indians dus overal voordringen en echt schaamteloos ook. Zij vertelde toen een verhaal dat ze in het vliegtuig stond. Nou, je kent het, wanneer het vliegtuig geland is, staat iedereen in het gangpad en je kan er toch niet langs. Nou, een man heeft het dus gepresteerd om haar aan te tikken en te vragen of hij voor haar mocht. Kijk nou hoe bruut! Captain Kids Candyland! Hoe vet ziet dit eruit? Waarop zij zei, hell no. Toen ik dat las, dacht ik al van, hoe zou ik in deze situatie reageren? Nou, ik weet het nu, ik heb gewoon mijn innerste nee. En die zegt gewoon, hell no. De servicemedewerkers hier zijn zo aardig. En ik had dus net aan eentje die zomaar random naar me toe kwam gevraagd van, nou, is dat Scream Park echt eng of is het meer voor kinderen? Hij zegt, zelfs sommige volwassenen komen er huilend uit. Kom, let's have fun. Wat zou jij trouwens doen als mensen proberen voor te dringen? Laat maar even weten in de comments. En misschien of je zelf ook al zulke ervaringen hebt. Oké, dit spookhuis krijgt een 6 van me. Hij is heel lang, er zitten echt toffe dingen in. Ik ben aan het begin een paar keertjes geschrokken, maar ik zeg je eerlijk, ik ben een beetje te divergent voor spookhuis. Want ik denk de hele tijd, not real, not real, not real. Oeh, 's werelds langste loopbrug voor voetgangers. Awesome. Vorig jaar waren we ook met Masjes verjaardag, waren we bij de Walibi Fright Night. Het is echt een droom van mij om in zo'n spookhuis als een scarer te werken. Oh, dit is wel heel dope. Dat deed ik vroeger dus ook al op de kermis bij van die loopspookhuizen. Ging ik om het hoekje staan, die waren helemaal niet één. Maar dan ging ik dus uit mezelf allemaal mensen laten schrikken. Ik vond dat zo de bom. Het is echt heel lang. En hij schommelt ook een beetje. Kijk, cool. Kijk hoe cool. Het is echt vrij hoog, maar het is echt heel tof. Oeh, waterpark. Daar wil ik in. Check dit! Check dit! Oh, en freaking G. Oké, liever niet, maar kijk nou! Ze hebben gewoon van die roostertjes erin. En daarvan denk ik nou ook weer van, hey, ik weet niet, in Azië vertrouw ik die roosters ook nooit helemaal. En we zijn... Zijn we halverwege? Ja, we zijn iets over de helft. Daar zo. Oeh, trouwens. Ze zijn hier, er is een gedeelte gesloten, en ze zijn aan het opbouwen voor de MTV Awards. Dus kijk. Dat wordt denk ik de stage of zo. En dan hier wordt waarschijnlijk ook wel iets spannends gedaan. Ik weet niet wat. We gaan terug en we gaan naar het waterpark. Het is vet heet. Ik wil zwemmen. Even lunchen met een Subway broodje tonijn. Ik voelde me en voel me nog steeds een beetje ongemakkelijk in mijn badpak. Terwijl ja, vrouwen hier gewoon een stuk bedekter rondlopen. Zelfs in het zwembad. En ik kwam net bij de kluisjes. Waar een heel groepje gasten stond, je weet wel, van die jonge gastjes met grote mond en bla bla. En ik dacht al, oh god, waarom zit mijn kluisje hier? Maar ze keken niet eens op of om, dus dat viel me al heel erg mee. Toen kwam er dus een vrouw, ja, gewoon zelf met hoofddoek, alles.
ging ze me helpen. Kwam die man van haar erbij, ging die me ook helemaal helpen. En echt allebei zo lief en aardig. En ik was echt ook helemaal van, oh my god, zo, zo lief. Ja, dus nu namelijk staat omdat ik met de GoPro zit te filmen, maar voor de rest, amazing. Hi Tessa! Tessa die had, die had mij gemaild. Die zei nog dat je naar Parijs zou gaan. En toen dacht ik, wow, begin september. Oh, dan ga ik ook. Ja, dus, super vet. Ik had de comment achtergelaten en toen wilde ik het zo. Echt wel leuk. Ja. We zijn samen aan het eten, Chinees. Jij hebt rijst met mapo tofu, Sichuan. En we hebben hier boontjes en tofu en nog meer tofu of zo. We hebben iets gekregen. Ik weet niet wat dit is. Oh. Misschien is het om die dingen in te dippen of zo. Denk ik misschien. Weet er ook niet wat. Even proeven? Nee, ja, doe maar. Proef maar. Het zwartse. En? Een beetje een tomaatzoet. Oh, oké. Okay. Niet heel pittig volgens mij. Oké. Okay. Maar het, ik heb niet alleen zwart geprobeerd eigenlijk. Nou. Nah. Lekker. We gaan even verder eten. Het is 2:30 en dit is de status van mijn backpack. Helemaal nog niet ingepakt. En daar liggen allemaal spulletjes nog. En hier liggen nog allemaal spulletjes. Weet je, ik ga morgen wel inpakken. Het was echt vet gezellig met Tessa. We zijn veel te lang eigenlijk blijven kletsen. Daardoor heb ik nu niet ingepakt. Maar maakt niet uit. Morgen kan ik om 12:00 uitchecken. Morgen staat Penang op de planning en ik heb gehoord dat het best wel makkelijk is om een bus daar naartoe te pakken. 5 uurtjes, ik heb net accommodatie geboekt, moet goed komen. Food paradise, yup, dat is het soort paradijs waar ik wil zijn. Dankjewel voor het kijken, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Wel trist en tot morgen.